Hey, dit is Mag van der Wert van witalis.nl. Elke keer wanneer je in WordPress een mediabestand uploadt in een bericht of pagina, maakt WordPress automatisch nog een extra pagina aan. Deze pagina wordt ook wel de bijlagepagina genoemd. En op deze pagina kun je alleen maar het mediabestand wat je hebt geüpload uh, zien. Nou ja, dit is een vrij nutteloze pagina voor je bezoekers. En daarom laat ik in deze video zien hoe je deze pagina kunt laten doorsturen naar naar het artikel zelf, dus laten we beginnen. Als eerste zal ik even laten zien wat een bijlagepagina is, dus dan gaan we naar het dashboard en dan naar de mediabibliotheek en dan pakken we even een afbeelding en dan de bijlagepagina. Dit is de bijlagepagina, je ziet alleen maar de afbeelding staan en de titel van de afbeelding. En het lijkt verder op een bericht, maar het is het niet. Nou, deze afbeelding hoort bij een artikel op, uh, op deze demo-website, bij dit artikel. Er nou, staat niet uh, veel in, omdat het een demo-website is natuurlijk. Maar dan snap je in ieder geval dat we hem naar deze pagina willen laten doorsturen. Je kunt uh, ook aan de URL zien van de bijlagepagina bij welk artikel uh, deze bijlagepagina hoort. Hier zie je WordPress video-uitleg staan. En als we naar de bijlagepijlen gaan, dan zie je dit ook staan. En dan nog de titel of uh, de bestandsnaam van de afbeelding. Nou ja, om deze uit te schakelen hebben we een plugin nodig. De plugin die ik hiervoor gebruik is de WordPress SEO plugin van Joost de Valk. Deze, dus. En wanneer je deze hebt geactiveerd. Dan kun je naar SEO en dan naar de permalinks. Ja, bij de permalinks zie je stuurbijlagen-url's door naar bovenliggende bericht-url. Hier zet je een vinkje. Je klikt op wijziging opstaan. En eigenlijk is alles al gebeurd. Dus als we deze pagina nu refreshen, dan komen we bij het artikel uit, zoals je kunt zien. Ja, zo eenvoudig is het. Vanaf nu worden... Alle bijlagepagina's automatisch doorgestuurd naar het artikel zelf, en dan zou je bezoeker een stuk blijer mee zijn. Succes! Ik hoop dat deze video je verder heeft geholpen en dat je het ook leuk vond om te bekijken. Is dit het geval? Klik dan even op het duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video verschijnt, klik dan rechtsonderin op de rode knop om je te abonneren op mijn kanaal. Wil je direct een andere video bekijken, klik dan op de linker, of op de rechterafbeelding om direct je gekozen video te bekijken.